In de gemeente Utrecht rijden meer dan 10.000 snor- en bromfietsen op de weg. Het merendeel houdt zich netjes aan de regels. Toch komt Jarno er heel veel tegen die zich iets minder goed aan die regels houden. Ons is bekend dat heel veel van deze scooterrijders nog niet eens in het bezit zijn van een rijbewijs. Dus deze scooterrijders hebben extra onze aandacht. Deze bromfiets rijdt over het drukke fietspad. Terwijl bromfietsen toch echt de rijbaan moeten gebruiken. En dus spreken Jarno en zijn collega de man hierop aan. Hallo. Nou, we houden je staande. Ja. Heb je enig idee zelf waarom? Misschien omdat ik op het fietspad reed. De bestuurder geeft aan dat het fietspad de snelste manier is om van zijn huis op het werk te komen. De man krijgt een boete voor het rijden op het fietspad en het verzoek om een nieuwe route naar zijn werk te zoeken. Even later rijdt deze bezorgscooter vlak voor de politieauto dwars door rood. Ook hij krijgt een stopteken. Bezorgscooters veroorzaken in de regel veel overlast. Die worden door de baas waarschijnlijk gewezen op tijdsdruk, op het eten wat nog warm is. Mensen verwachten natuurlijk ook na een bestelling dat het eten snel bezorgd wordt. En daarmee wordt ook in de hand gewerkt dat er overtredingen gepleegd worden. De jongen rijdt niet alleen door rood, ook heeft hij zijn helm niet goed vast. Ja. Levensgevaarlijk. Als hij een val zou maken met zijn scooter, nou heeft zijn helm een nul zin. Waardoor hij dus daarmee ook heel ernstig hoofdletsel op zou kunnen lopen. De jonge bezorger krijgt er een paar bekeuringen bij. Iets waar hij niet zo blij mee is. Waarom ben je zo agressief, jongen? Waarom ik agressief ben? Als ik nu al natuurlijk weer een boete mag gaan betalen en ik word ook nog gefilmd door een of andere mafkees. Nou, gedraag je even. Als de jongen de agenten op video heeft vastgelegd, mag hij zijn weg lopend vervolgen. Tegen het einde van Jarno's dienst krijgt deze bezorger nog een waarschuwing. De jongen reed te hard en over het fietspad. De bezorger zegt dat hij nog geen kans zag om van het fietspad op de rijbaan te komen. Wij waren een andere mening toegedaan. Maar goed, we gaven hem het voordeel van de twijfel aangezien het niet heel druk was met fietsers. Dus deze jongeman heeft een waarschuwing gegeven en die heeft beloofd zijn leven te beteren. Wij hopen dan altijd maar dat dat ook gaat gebeuren.